Stichting Welzorg Suriname bereidt zich voor op investeerders in de olie- en gassector. Tijdens een netwerkborrel voor stakeholders van de bouw-, woon-, huishoudsector gisteravond in de conference room van Hotel Royal Breeze vertelde stichtingsvoorzitter Viraj Gangaram Pandey dat heel veel buitenlandse investeerders informatie nodig hebben. Er is onder andere behoefte aan informatie waar te beginnen met de bouw. De bouw- en woonbeurs die later dit jaar wordt gehouden zal dan goed van pas komen. Wat zijn de regels? Ministeries doen mee, overheidskantoren, noem maar op. Alles wat je nodig hebt eigenlijk om te bouwen, ga je op de beurs tegenkomen. De bouw- en woonbeurs wordt in april voor de 11e keer gehouden. Volgens Gangaram Pandey heeft deze beurs in het verleden haar succes bewezen. Vorig jaar is de beurs na 3 jaren weer georganiseerd in verband met de toen geldende COVID-regels.